We kunnen verbindingen maken op de meest simpele manier. Dat is tegen elkaar lijmen. Maar kopshout lijmt niet zo goed. Langshout wel. Dus dat is tot op zekere hoogte is dat sterk genoeg. Dus dan denk je al gauw aan een schroef er doorheen. En dan als bij een schroef er doorheen, één of twee, moet je zorgen dat je deze aan deze bovenkant, die aan moet klemmen, daar boor je een gat in van de dikte van de schroef die ietsje groter is, dat hij er ruim in gaat. Dus als je, dan kan hij hem namelijk goed aantrekken. Als dit gat hier ruim is. En die andere, of je daar een gaatje voor boort, dat hangt van het materiaal af. Dus is dat heel erg hard, dit is mijn randje, dus het is niet zo hard. Maar dat heeft weer eens nadeel. Als je hier op de kant gaat schroeven, dan kan het splijten. Dus een beetje voorboren is misschien toch wel aan te raden. Of je neemt één schroef in het midden, dan voorkom je dat het splijt. En dan doe je er ook nog lijm tussen. En dan zou ik niet gewone houtlijm gebruiken. Op zijn minst constructielijm. Dat is een twee componenten lijm met een harder. Die is natuurlijk duurder. Maar je hebt tegenwoordig ook high kit. Of high tech kit. En die gebruik ik heel veel. Daar lijm je alles mee. Dus het kopse hout zou ik met high tech kit doen. Dat wordt een soort rubberachtig iets. Dat hecht volgens mij het beste. En vooral als je lijsten gaat maken onder 45 graden. Dat is allebei een beetje kops hout. Dan gebruik ik high-tech. Maar ja, als je dit hout wil vernissen en een high-tech is wit. Dan zie je dat naadje wit. Dan moet je daar natuurlijk wel rekening mee houden. Of je zorgt dat het niet tot aan de buitenkant zichtbaar is. Dat kan je doen door hier een beetje hol te maken of hier, dat die kit in het midden blijft, dan krijg je niet dat het eruit loopt. En als je dat wil vernissen, en ja, dan heb je toch altijd de zorg dat het naadje goed is en dicht en netjes. Want dat ga je allemaal zien. Kijk, als je gaat verven, dat is een keuze natuurlijk in je project. Ga je het verven of ga je het vernissen? Ga je het verven, dan hoef je niet zo precies te werken als het maar haaks is. En dan, dus die ene schroef erin, die kan je dus, als dat, ik schat hier, de schroef niet groter is dan 6 mm doorsnede, dan wordt het een kritiek geval, 6 mm. Dan gaat hij misschien splijten. Dus, maar dan kan je makkelijk 4 of 5 mm voorboren. Dan heeft hij nog kracht genoeg. Als je een kozijntje of een raampje wil maken. En dan kan je met behulp van die lijm, dat die toch niet draait. Want er zit maar één schroef in. En dan kan je met één schroef, kan je het dan wel redden. En ik heb schroeven van 100 mm lang en van 120 mm, dat is 12. Die gebruik ik ook wel bij kozijnen. Maar dan is dat hout ook wat dikker. Maar als het echt zwaar, mijn rand die kan ook hard zijn. Soms lichter, soms harder. En dan wil ik dat nog wel eens met een 5 mm boor voorboren. En dan heb je met zo'n klein 5 mm boortje, kom je er niet. Maar hier ben je ook langer voor. Ja, die moet je dan aanschaffen. Of je boort eerst het eerste stukje. Je haalt hem los en je gaat door met dit gat wat hier ontstaan is. Ga je er even door. Dan heb je dat eerste voorgeboorde gat heb je dan. En dan ga je deze iets ruimer opboren. Dat hij wat meer ruimte krijgt. Dat hij hem kan aantrekken. Zo zie je dat alleen al zo'n hoekverbinding. Er zit daar veel haken en ogen aan. Zoals keuze van materiaal en het eindproduct, zoals verven of vernissen. En hoe secuur moet je werken? Waar is het voor geschikt? Gaat het hout niet splijten? En welke lijmsoort kies je? Dan zie je maar dat het toch veel haken en ogen heeft. En daar moet je allemaal over nadenken. Vroeger, van voor de oorlog, ramen,
maakten ze een hoek als extra versteviging in het raam. Dat werd er dan uitgehakt. Freesmachines hadden ze geloof ik niet toen die tijd. Dus dat werd netjes uitgehakt, ingehakt. En dit is het, de goede kant, want dit is gesouvereind. Dus je kan dan de hoekverbinding eerst maken. Je hebt het raampje gemaakt. Ben je klaar mee? En dan ga je met je freesmachine. En misschien doe je dat wel met een malletje. Dat kan je maken met een mal. Daar heb ik ook wel tips over gemaakt. Hoe maak je een mal? En dan kan je zo met zo'n mal kan je zo'n hoek invrezen. Dus heb je dat nodig? Denk je dat nodig te hebben? Dan is dit de oplossing die erop zit. Maar dat is niet het enige. Je kan ook hoeken natuurlijk erin maken. Aan de binnenkant. Als extra versteviging. Heb je verschillende soorten en maten in die hoekjes. Deze noemen ze stoelhoeken. Dit is nou een heel kleintje. Dat zou... Ik heb wel eens van die projecten... Dat schiet wel op. Maar als je er heel veel van gebruikt... dan kan de prijs ook wel weer oplopen. Maar als je denkt van... nou, ik wil niet te veel aan die hoek energie verspanderen... dan kan je ook met stoelhoeken werken. Het voordeel is dat je later dat ook weer uit elkaar kan halen. Zoals een werkbank maken. En die maak je met stoelhoeken... dat je later denkt die werkbank is me te hoog... of hij is niet goed van maat... kan je die stoelhoeken er weer afschroeven en kan je weer opnieuw gebruiken. Dat is een groot voordeel. Je hebt ze voor binten en alles in alle maten. Extra stevig met een verstevigingsribben. Dat is hier wat overdreven met dit geval. En deze vind ik weer iets te klein. Dus je zal de maat van je hout moeten opmeten... en kijken wat er voor maten van stoelhoeken in de handel zijn. En dan kies je er gewoon voor wat je wil hebben... Je hebt ook van die staalplaat met gaatjes. Dan kan je spijkeren. Dan kan je ook verbindingen mee vast. En je kan ze rondbuigen op de maat die je hebben wil. Je kan hier bijvoorbeeld een U-profiel inbuigen. En een beetje fantasie. Je hebt er natuurlijk buigmachines voor. Maar je kan in de bankschroef, een staalbankschroef, kan je ook met de hamer slaan op maat. En dan met een klosje ertussen, dan weer daar omheen buigen. Zoals de maat van dit is. En dan kan je zo om die verbinding heen buigen op jouw manier. En dan vastschroeven, dan kan die nooit meer weg. Dus die plaatstalen plaatjes met die gaatjes erin. Er zitten zelfs twee grote gaten in, daar kan je echt... draadend doorheen voor als nodig is. En dan kan je verbindingen die in de lengte zitten, zowel als hoeken, kan je ervan maken. Dus die heb ik altijd wel een paar van in voorraad. Mocht het zo zijn dat het een situatie ineens zo is dat ik denk, hey, daar gebruik ik dit voor. Dat buig ik even naar mijn zin. Ik heb er wel van die om een voordeurslot huisje, heb ik hier een vorm omheen gebogen dat ik dat zo dat huisje vastschroefde. Ook tegen inbraak. Ziet er ietsje, nou niet zo fraai uit, maar het is heel functioneel. Ik heb dat ook in een timmertip laten zien. Je hebt natuurlijk gewoon platstaal, heb je in de handel. Die heb ik ooit eens een keer gekocht, moest ik iets maken. En toen heb ik daar op mijn eigen manier gaatjes geboord, op maat me gemaakt. Nou, dat kan je natuurlijk zo maken wat je hebben wil. Je kan je eigen uitvindingen ermee maken. Wat er allemaal... Ja, dus je kan, als je halverwege zit, kan je ook zo'n hoekstaal in maken. En dat ook aan allebei de kanten, als het nodig is. Kijk, dat bedoel ik. Zo. En dat kan je ook weer invrezen. En je kan er hier nog een maken. Naar de andere kant toe. Dat die stevig staat. Het is maar net wat je wil. Het is maar net hoe stevig je het wil maken.
En als je niet weet of het stevig genoeg is, maak je een proefstukje. En dan ga je het kapot maken. En dan kijk je hoeveel gewicht het kan hebben. Ga het met je eigen gewicht er maar eens aanhangen. Je weet hoeveel je weegt. Ga het er maar eens aanhangen. Nou, hoeveel kilo moet het krijgen? Dan kan je misschien een beetje inschatten. Met het doel waarvoor je het wil maken. Nou. Het is allemaal naar je eigen inzicht. En het inzicht is, hoe meer ervaring je krijgt, hoe meer je dit hetzelfde soort dingen maakt, hoe meer ervaring je krijgt. En nou, het mislukt het een keer is alleen maar een leerproces.